In de mediawereld is er altijd ruimte voor kritiek, maar de scherpe aanval van Sheila Sittelsing, sterk van de Volkskrant, op Javier Verwerda heeft de gemoederen flink bezig gehouden. Sittelsing uit haar onvrede over de televisie-items van Verwerda en stelt ondubbelzinnig: het is geen journalistiek, maar entertainment. Deze uitspraak komt niet uit de lucht vallen, vooral niet na haar eerdere woorden over Angela de Jong, die haar zelfs de woede van Johan Derksen op de hals haalde. Nu is het de beurt aan Verwerda. De politiek verslaggever van RTL, wiens oppervlakkige benadering van nieuwsitems Sittelsing en velen met haar irriteert. Onlangs reisde Verwerda naar Brussel om de eerste persconferentie van Mark Rutte als nieuwe NAVO-baas bij te wonen. Ondanks duidelijke afspraken besloot hij op de oud premier af te rennen om hem een vraag te stellen. De redactie van de Rense Klamer-talkshow legde uit dat hij zich niet zomaar laat tegenhouden, maar deze actie werd door Sittelsing als ongepast beschouwd. Sittelsing vindt dat de manier waarop Verwerda zich manifesteert niet getuigt van de benodigde journalistieke ethiek. Ze retweette een kritisch bericht van journalist Mark Konijn op X, waarin deze stelde dat veelmakers van actuele nieuwsprogramma's de indruk wekken dat de wereld om hen draait. Ze duwen de schrijvende pers opzij, want wat zijn ze belangrijk, schreef Konijn, waarbij hij de houding van Verwerda als ongepast bestempelde. Na deze redweet besloot Sittelsing haar pijlen op Verwerda te richten en maakte ze haar punt glashelder. Het is geen journalistiek, maar entertainment. De reactie van Verwerda op de kritiek laat niet lang op zich wachten. Ach ja, natuurlijk, dom van me. Uitdrukkingsloos gezicht, maar niet iedereen is het eens met de veroordeling van Verwerda. Fotojournalist Ruud van der Meer heeft andere ervaringen en zegt: Ik heb Javier Verwerda gezien op het binnenhof bij het maken van zijn programma. Mijn ervaringen sluiten niet aan bij jouw woorden. Van der Meer benadrukt dat Verwerda soms de stap naar voren zet wanneer anderen dat niet doen. Wat hen in sommige situaties juist geschikter maakt voor hun werk. Konijn reageert echter kritisch op deze verdediging. Hij erkent dat het logisch is dat je als journalist soms naar voren moet stappen, maar hij plaatst vraagtekens bij de manier waarop Verwerda zijn werk heeft aangepakt. Dat je zonder accreditatie afreist en dat aangrijpt voor een nietzeggend item over jouw leuke, haha, relatie met Rutte, terwijl de democratie in eigen land onder vuur ligt, roept vragen op, al dus Konijn. Welke keuzes maak jij? Dit zegt alles over Jair en de veelheid aan makers van actuele nieuwsprogramma's die denken dat de wereld om hen draait. De discussie rondom de rol van Verwerda in de journalistiek zet een belangrijke vraag op de agenda. Wat is de scheidslijn tussen journalistiek en entertainment? En welke verantwoordelijkheden komen erbij kijken? Terwijl de critici de schuld leggen bij de oppervlakkigheid van zijn werk, blijft Verwerda zich verdedigen met de bewering dat zijn stijl en benadering van het nieuws nu eenmaal zijn manier van werken zijn. De spanningen in de media blijven zo aanwezig en de evaluatie van journalistieke ethiek staat in het middelpunt van de discussie.